Deze serie is mogelijk gemaakt door Firestarters bij Vodafone. In Firestarters de series laten we zien hoe mobiele technologie ons leven verandert. In deze aflevering zoomen we in op drones in de landbouw. Ik ben de derde generatie op dit bedrijf. Mijn opa is begonnen met het telen van zaaigranen. Op het meest pachtgrond. Inmiddels hebben we meer eigendom en telen we eigenlijk bijna uitzonderlijk aardappelen. En hebben we ons eigenlijk ook volledig gefocust op die aardappelteelt. Ik ben Jacob van der Borne. Ik heb een akkerbouwbedrijf samen met mijn broer Jan. Sinds 2006 hebben we het ouderlijk bedrijf overgenomen en passen we precisielandbouw toe. En precisielandbouw is op het juiste moment, op de juiste plek, de juiste teeltmaatregel nemen. Door middel van drones en sensoren op alle machines verzamelen we data. Die zeggen iets over onze grond en over de gewassen. En stellen mij in staat om heel nauwkeurig de gewassen bij te sturen om het optimale opbrengst en kwaliteit te bereiken. We werken met verschillende typen drones. Deze drone is een Sky Hero met een autopilot systeem, GPS en kan autonoom in field of view een patroon vliegen. We gebruiken deze drone om foto's te maken van het veld, van de kale grond. En deze foto's die worden daarna geprocessed in een kaart waar ik organische stofverschillen op het veld mee kan in kaart brengen. We passen nu de teelt perfect aan de groeiomstandigheden, aan de grond en aan het licht. En daardoor is de efficiëntie groter en kunnen we economischer veel goedkoper aardappelen telen, maar ook qua duurzaamheid hebben we een hele stap gemaakt. Het is heel belangrijk dat we op de lange termijn voor de groeiende wereldbevolking een duurzame voedselproductie weten te garanderen. En daar hebben we steeds meer techniek voor nodig. Mijn naam is Eldert van Henten. Ik ben hoogleraar Biosystems Engineering bij Wageningen Universiteit. Mijn onderzoek richt zich onder andere op robotica voor de landbouw, het ontwikkelen van autonome machines voor het uitvoeren van handelingen op de akker, in de kas en bijvoorbeeld ook in de stal. We staan op dit moment aan de vooravond van de nieuwe techniek, de meer robotica-achtige techniek, waarbij ook de complexere handelingen van de mens worden overgenomen. Het plukken van een tomaat of een komkommer of paprika is dan ook de uitdaging voor de toekomst. Dat betekent dat we handelingen nog preciezer kunnen gaan uitvoeren, waardoor de productiviteit wordt verhoogd. Maar wat ook heel belangrijk is om te noemen, is dat we de resources die we hebben, denk bijvoorbeeld aan water en meststoffen, heel effectief kunnen gaan benutten, beter dan we nu doen. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, is dat we gewasbeschermingsmiddelen alleen daar gaan gebruiken waar we ze nodig hebben. En daardoor wordt de impact op de omgeving een stuk minder. Ik heb net in de iPad een route gestoken die het hele veld bedekt. We vliegen nu op 50 meter hoogte. En hij kan automatisch het veld in kaart brengen. Maar daarnaast gaat hij ook nog de bosrand in kaart brengen. En dat doen we om de hoogte van de bomen te weten. Om daarna deze data te gebruiken om schaduws te berekenen. We hebben altijd een live view beeld van de drone, zodat ik altijd weet waar dat die zit. Sowieso zie ik hem ook altijd vliegen. GPS attitude. Daarna kan ik ook alle coördinaten, snelheden en hoogtes op de iPad in het zicht houden. Met de drones worden foto's gemaakt. Ik heb hier een opname gemaakt van twee velden waar ik een bemestingsprobleem zag. In dit geval is dit plaatje gemaakt uit 143 foto's. We kunnen heel duidelijk de afgestorven aardappelplanten zien in strepen. Dus dit zijn menselijke fouten, waarschijnlijk slecht bemest. Die vertalen we dan naar een kaartje. Dit kaartje gaat in een machine die de compost verdeelt. En die doet dus plaatsspecifiek de gewenste hoeveelheid toepassen. Door deze data dus te gebruiken, in dit geval alleen nog maar voor het planten en het toepassen van bemesting als compost, maar ook in later stadium in het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en overbemesting, kunnen we veel plantspecifieker handelen en daardoor besparen. We gaan nooit meer te veel brengen, overal precies genoeg. Het voedsel is dus
duurzamer geproduceerd, veel efficiënter, beter voor het milieu. En ja, ook beter voor mijn portemonnee, want ik heb minder besteed om ze zover te krijgen. Qua boeren is er op zich niet zoveel veranderd. Mijn opa had maar 1 of 2 hectare die hij elke dag kon gaan bekijken. Ik heb veel meer hectares. Ik ben dus niet meer in de mogelijkheid om elke plant afzonderlijk te bekijken. En daarom gebruiken we dus alle sensoren en drones en alle andere technieken die met precisielandbouw te maken hebben. In het bedrijf van de toekomst zal de boer nog steeds een hele belangrijke rol spelen. Want die heeft uiteindelijk natuurlijk de supervisie over de hele gang van zaken. Maar hij zal steeds meer gebruik gaan maken van techniek die hem daarbij ondersteunt. Informatie zal naar hem toe worden gestuurd via telefoon, via een tablet. De boerderij van de toekomst is natuurlijk een netwerksysteem waarbij alle machines gekoppeld zijn via draadloze netwerken. In de toekomst, als de wetgeving het straks toelaat, streef ik ernaar om 1 grote drone achter op mijn bedrijf te hebben. Die bekijkt het weer en als het weer gunstig is, stijgt die op, gaat die al mijn percelen vliegen. Land s'avonds netjes, upload alle data. Data wordt geprocessed en het advies krijg ik op mijn PDA weer binnen om dan mijn bedrijf weer op aan te sturen. Nu is het nog iets nieuws en heeft het nog een gadget factor. Maar ik denk over 20 jaar, daar weten we niet beter dat die dingen er vliegen. En dat ze voor ons goed werk doen. Deze serie is mogelijk gemaakt door Firestarters bij Vodafone.